Deze beschouwing die gaat over het ongelovige leven. Ik heb er eentje gemaakt over het gelovige leven. Dat wordt beschouwing nummer huppeltje pup. Die moet ik ergens hebben staan. Deze beschouwingen om even te introduceren. Die zijn niet bedoeld voor de haastige mens. Als je haastig bent, dat mag, dat vind ik niet erg. Maar... Er zijn veel mensen die luisteren tien minuten naar een YouTube uitzendingtje en dan is het weer genoeg geweest. Kijk wat het een 83 ik kan vast kijken wat het woord. Zie je dat? Ja, het wordt, dat is beschouwing 87, daar wordt het. Leven vanuit geloof. Het gelovige leven. En in die beschouwing sta ik erbij stil dat er reden is. Nou, dat er voor mij, want het gaat om persoonlijke dingen dan. Voor mij persoonlijk is er reden om aan te nemen dat leven vanuit geloof terecht is. Ik heb, uh, de, op zijn Latijn heet het dan, uh, wat heb ik weer, quodam omnia, op een bepaalde manier. Op een bepaalde manier heb ik ja, zulke. Ja, heb ik het bewijs gezien van. Een, noem maar een tussenkomst. Dat er dingen gebeurden die al te toevallig waren. Het ene gebeurt en dan gebeurt het andere ook, terwijl ze niets met elkaar, niets met elkaar te maken hebben. Behalve dat ze elkaar zo mooi aanvullen. Ik was er nog eentje vergeten. Ik, ik weet nog dat ik, dat ik noem voorbeelden hè, in die uitzending. Ja, het ging om het volgende. Het wordt een beetje een technisch verhaal, maar zoals ik zei, deze beschouwingen die zijn niet bedoeld voor de haastige mensen die maar 10 minuten tijd heeft om even op YouTube een Informatieflash te krijgen en denken: Wauw. Ik ga volgende week ook mak mee. Het is meer voor mensen die denken: Wauw, ik heb even niks te doen. Bijvoorbeeld voordat je gaat slapen. Heb je toch een uur lang dat je. Normaal gesproken lig je alleen maar wakker. Dus. Als je een beetje onrustig bent van harte. Nou, daar zijn deze uitzendingen voor bedoeld. Nou, nu gaat hij als voorbeeld. Een heel mooi voorbeeld. Ik, ben, ik heb mijn geld verdiend met computers te programmeren. En momenteel verdien ik mijn geld als schoonmaker. Maar dat is een heel lang verhaal. Hè? Ik programmeer nog steeds. Hè? Maar toen zat ik in die business. Nou, en ik was bezig met iets heel ingewikkelds te compileren. Want je hebt dat je een programma compileert. Nou, en dat eindresultaat van zo'n compilering en linking. Daar zit het te een Dat komt nog. Je moet compileren en dan moet je linken. En dan heb je een eindproduct en dan kan je klikken, de klikken, de klikken. En op, wat merk je dat dan? Hè? En dan start een programma. Maar dat moest ik niet hebben. Ik moest een soort van driver hebben. Die moest ik compileren. En dat is ook software. Maar die wordt niet gestart met een dubbelklik. Nee, die wordt gerund binnen een ander programma. Dus tegen, een, tegen het programma wat ik gebruikte, kon ik dan vertellen: van je moet dit dingetje, deze module, kan ik het ook noemen. Je moet je gebruiken voor de communicatie met puntje, puntje, puntje. En dat ding was ik aan het schrijven. Nou, dat was voor mij geen dagelijkse kost. Dus het geeft stress. En ik was helemaal nieuw in die business. en... Nou, toen werkte er iets niet. En ik bellen met die jongens in Hamburg. Hele aardige gozers, by the way. En die zeiden van... Ja, het, uh, het, we kunnen wel voor jou aan de slag gaan... maar kan je dan voor ons even een... Wat was het? Ja, een voorbeeld compileren met dit en dat. Tja, dat is goed. En als het dan die dag nog opgestuurd zou worden... Dat was nog pre-internet, hè? dat moest met modems en zo. Ik moest het dan voor het eind van de dag uh, bij hun zien te krijgen. En dan zouden ze er gelijk de volgende dag, s morgens, als eerste mee gaan beginnen. En dat was me goed ook, want ik had aan mijn kant had ik een klant staan. Die zo te dan te dam te dam. Wanneer, wanneer komen we nou? Hè? Gouden bergen, maar waar zijn ze nou? Dus ik had stress. ik verdorie. En ik kon er niks aan doen. Ik zat. Uh, tussen een steen en een moeilijke locatie in... zoals de Amerikanen zeggen. In between a rock and a hard place. Dus ik moest even compileren en linken. En ik moest de deur uit. En het moest voor vijf uur bij de jongens zijn. Nou, en ik startte alles op. Compilatie ging prima. Nou, dan nog even linken. Bam! Linking error. Nou, dat betekent dat ik een bibliotheek... Was vergeten om mee te nemen. Een of andere bibliotheek. Met kant-en-klare voorgebakken software erin. Nou, dus ik kies die bibliotheek, kies een bibliotheek, want ik wist bij God niet welke. Ik kies er eentje uit. Nog steeds missing symbol. Nou, dus die bibliotheek, daar zat het geheimtje niet in. Ik kies een andere bibliotheek. Ik wist echt niet wat ik moest kiezen. Al die kreten van die bibliotheken, die zeiden me helemaal niks. Maar ik had wel die druk. Het moest, ge, het moest gecompileerd, gelinkt, helemaal klaar en opsturen naar Duitsland. Nou, dan had ik er eentje gevonden. En inderdaad, de uh, missing symbol was over. Alleen nu had ik duplicate symbol. Dat betekent dat in die bibliotheek werd er ook een symbool, een, een lettercombinatie, gedefinieerd. Maar die, die was al gedefinieerd in een andere bibliotheek. Laat ik die andere bibliotheek weg, krijg ik weer een missing symbool van iets wat in die bibliotheek. Nou, ja, met andere woorden, ik had een bibliotheek A, daar zat het ene symbool wel in, het andere symbool niet. Ik haal bibliotheek B erbij, want dan er zit dat ontbrekende symbool zit erin, maar er zit ook weer wat in, wat dan ook weer voorkomt in A, en dat mag dan weer niet. Want dan heb je twee keer de definitie van één symbool en dat gaat niet. Want welke is het dan? Hè? Jeetje. en toen keek ik dus naar het aantal libraries wat ik had waaruit ik kon kiezen. Er waren er 30 of zo. En ja, dat had ik even in mijn hoofd te rekenen. Want stel nou dat het in totaal gaat dat ik er drie libraries bij moet linken. Huh? En je hebt er 30, dan heb ik dus 30 keer 30 keer 30. 30 keer 30 is uh, volgens mij 900. En dat keer 30, dat is 9000 uh, keer 3, dat is. 27.000 mogelijkheden. Ik denk dat gaat hem niet worden. En ik keek op de klok. Ik denk, hoe moet het dan? Hoe moet het dan? En toen dacht ik, nou, dan wil ik nog maar één mogelijkheid. Ik ga achterover zitten. Ik ga mijn hoofd helemaal leegmaken. Ik ga mijn ademhaling onder controle brengen. Dus de kleur rood, warmte, naar binnen. En de kleur blauw, de kou, de stress, het angstzweet, naar buiten. Ga totaal ontspannen. En dan vanuit die ontspanning ga ik twee bibliotheken kiezen. En het was de eerste poging of de tweede poging. Dat weet ik niet meer. Maar van de 27.000 mogelijkheden die ik had. Zeg maar. Hè? Duizenden mogelijkheden. Nou, in twee keer. Pats. Raak. En dan zonder na te denken. Ik liet mijn ogen glijden over de namen van die bibliotheken. En die namen hadden allemaal afkortingen. Hè? Dus uh, ZXI13A. ZXI14A. ZXI18B. maar, Zo ging het door. Af en toe iets van een term erin als integer of float. Het zijn me allemaal helemaal niks. In twee pogingen pats, pas. was die raak. ik was helemaal verbaasd. Ik denk wauw. Ja. Compileren dat ging al goed. Linker ging als een tierenleer. Had ik mijn objectfile zoals het heet. Nou, Modem aangezet. Huppakee, naar Duitsland met de troep. En toen was het, ja, mijn kant van het probleem voorlopig opgelost. De bal lag nu in Hamburg. Ja, hoe, hoe kan dat? Ik kan zeggen, ja, het periode was gewoon toeval. Ja, dan geef ik je cadeau, maar het was wel heel toevallig. Het waren 30 bibliotheken en ik moest er ja, minimaal twee hebben... Waarschijnlijk drie. En het werden er uiteindelijk twee, dacht ik. Of zo. Maar ga uit van twee bibliotheken. Dat is toch 30 keer 30, of niet? En 900 mogelijkheden. En ik had niet de tijd om alle 900. Uh, ik had het kunnen doen. Had ik gewoon een lijstje kunnen maken. En dat heet het uh, Cartesiaans Product opstellen. Nou, dan heb je 900 varianten, zet je even in een spreadsheet. En dan maak je een printje van. Dan doe je de eerste variant, ga je proberen. En als die niet lukt, dan zet je er een kruisje achter of zo. Van die heb ik gehad. En dan pak je de volgende, net zolang tot er eentje lukt. Ja, statistisch gesproken moet je dan 450 keer iets uitproberen. En dan is die eentje, ja, heb je er eentje die raakt. Nou, en daar had ik geen tijd voor. Dus het moest heel snel. En dan maar op het gevoel in je vingertoppen. Pats raak was die. En ik dacht, wauw, dit gaat makkelijk. <laughs> nou, zo makkelijk is dat niet. Uh, dat, dat werkt dan een keer als het. Dat, zo zeg het, werkt een keer als het echt erg nodig is. In de regel, als ik wat wilde als programmeur, ja, dan was het gewoon in je handen spugen en uh, typen met de geit. Hm? Om pagina's draaien. En 10, 15 pagina's per dag. Hm? Dat waren productieve dagen. En hoe verklaar je dat? Ja, ik zou het echt niet weten. Ik weet alleen maar dat er dingen in de Bijbel staan waarin dat soort dingen genoemd worden. Dat je als het ware een handje geholpen wordt. Of dat de zaak waaraan je werkt een handje geholpen wordt. Net alsof God het niet kan laten. En denk van aagje, ah, nou help ik even. Ja, neem mijn eigen kind, hè, mijn eigen kind. Ik vind dat zij alles zelf moet doen. Dus zeker nu, ze is 19. En, ja, hallo. Als ik ergens geen behoefte aan heb... is dat een kind die mij de godganse tijd opbelt... en zegt, pap, ik kan je dit, ik kan je dat. dit is juist zo. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus ik heb haar altijd... Dus vanaf dat ik zo heel klein was... alles waarvan ik maar dacht dat ze dat zelf kon... heb ik dat zelf laten doen. En me er niet mee bemoeid... En er waren situaties waarin ik dacht van, nou ja, nou ja, eventjes dan. <laughs> en dan hielp ik haar even als ik het nodig vond. Ja, ik had het altijd kunnen doen, maar wat creëer ik dan? Dan creëer ik een kind dat afhankelijk is van mij, want papa was het er toch altijd om die dingen te regelen, en ja. En hoe moet het dan. Uh, yeah? Als ik besluit om te gaan emigreren. Omdat ik. Weet ik veel wat. Misschien ontmoet ik dan wel een vrouw in mijn leven. Dat zou toch kunnen. En die woont in. Uh, weet ik veel. Noord-Silesië of zo. Weet jullie waar dat ligt? Ik wel. Op de grens tussen uh, Duitsland en Polen. Dat is ook mooi weer daar hoor. Je, wat je wil als ouder is dat je een kind op de wereld zet dat zich ontwikkelt tot een zelfstandig opererende unit. Eh, die jou als eh, biopapa niet meer nodig heeft en alleen nog maar afhankelijk is van eh, de grote papa: God dus. Oh, Piggy, uh, ik geloof niet uh, in God. Ik geloof ook niet aan God. Ik, uh, ik, ik, uh, hoezo bestaat God, Piggy? Nou, het punt is. En dan kom ik toe aan het ongelovige leven. Als jij niet een term in jouw taalsysteem hebt. wat gelijk staat aan het woord God in de Bijbel. In die zin dat het onze vader is. Daarom kwam ik met dat verhaal van uh, ik als vader van mijn kind. In principe help ik, help ik het niet. Want dan wordt het niet zelfstandig van. En ik, ja, ik heb het wel gedaan. Op momenten. Hè? Ik zei oké, okay, dan kom ik wel even. Oké, okay, zeg ik dan. Ik kom wel. En dan hielp ik haar, ja. Ik was er altijd op de achtergrond. Zo moet je het zeggen. Nou, dat geldt ook voor God. Voor de God van de Bijbel. En als jij in jouw taalsysteem. ze zeggen wel eens heel lelijk. je woordenboeken. Het is eigenlijk een systeem van taal. Allemaal woorden die op elkaar ingrijpen. En als er in dat taalsysteem niet een woord zit. wat... Overeenstemt met het woord God, inclusief de betekenis die erbij hoort, dan betekent het dat jij binnen jouw taalsysteem, jouw denksysteem, niet kan verklaren waar de wereld vandaan komt. En al die stoere mensen die brullen van: Jawel, dat weet ik wel, want ik ben een Darwinist. Ja, dan val ik helemaal stil. Kijk, Charles Darwin heeft niet bewezen dat, dubbele punt, als men lang genoeg wacht, gaat dode materie tot leven komen. Dat heeft Darwin niet bewezen. Ook heeft Darwin niet bewezen dat de eerste materie die er was, dat die levend was. Ja, dus Darwin heeft niet bewezen dat de eerste materie die er was, want er was toch ooit de eerste materie, of niet? En wat we nu aanschouwen met uh, Dolby-cassettebandjes die je nog steeds kan kopen en uh, een periwinkel die in een oude Shure-microfoon zit te kletsen. Hè? Dat is moderne materie. Nou, moderne materie leeft. Dat wil zeggen, ik leef en die microfoon je voor mij niet. Die microfoon die werkt. <laughs> een leuk woord, hè? werken. En die microfoon doet het. Maar meer niet. Ik daarentegen, ik leef. Begrijp je het onderscheid? Die microfoon die heeft voor mij betekenis omdat hij het doet. Als deze microfoon ophoudt met het te doen, dan heb ik een probleem. Want deze dingen, dit is een Shure SM58, die zijn hartstikke duur. Als ik die tweede, tweedehands wil kopen, dat is meer dan 100 euro. Daar zit ik niet op te wachten. Ja. Maar als je het niet meer doet, dan gaat deze microfoon richting vuilnisvat, natuurlijk. Want wat heb ik aan een kapotte microfoon? Dus, dode materie kan waarde hebben of geen waarde hebben. afhankelijk van het feit of de materie werkt. Dat hij het doet. Ja? Levende materie, het leven is iets heel anders. Ik werk ook. Ik ben een schoonmaker in de gehandicaptenzorg. En dat is dan dat ik het moet doen. Maar dat staat los van mijn leven. Snap je? Dus nu is er zoiets als levende materie en dode materie. Vroeger, aan het begin van de tijd, had je toen levende materie. Dat is de vraag. De Bijbel zegt van niet. De Bijbel zegt dat de eerste materie, dat was dode materie. Zal ik het nog er even erbij pakken? Neem je tijd, man. Het gaat om jouw leven, snap je? Ga nou niet denken dat ik rijk word van deze beschouwingen of zo. Daar gaat het dan niet om. Niets is mij minder waard, snap je? Snop je wil, snop je niet. Even de microfoon bijstellen. Mijn Shure SM58. Ja, daar staat dus... Genesis, dat betekent ontstaan. Eerste boek, Oude Testament. Eerste boek van het Eerste Testament. Eerste hoofdstuk, eerste vers. Kortom, het hele begin dus. Daar staat... In den beginnen schiep God den hemel en de aarde. Vers 2... De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond. Nou, dat lijkt me niet echt levendig, vind je wel? Ja? En de geest Gods zweefde op de wateren. Dus volgens de Bijbel was de eerste materie doods. En volgens die Big Bang-theorie. Nou ben je een Darwinist, dan geloof je waarschijnlijk ook in de Big Bang. Nou, de eerste materie, volgens de Big Bang-theorie, die was woest en ledig. Toch? Ja, je hebt het uitermate merkwaardige verhaal dat het niets. Dat, de Bijbel begint dan met: In den beginne schiep God hemel en aarde, of den hemel en de aarde. Nou, daar kan je allemaal vragen bij hebben. Van, ja, wat is het dan, God of zo? He? Maar het verhaal van die evolutionisten, die Darwinisten, die zeggen ja. In het begin was er niets en dat is geëxplodeerd, dat is uit elkaar geknald. Nou. Uh, het eerste wat ik een Darwinist dan toe uitdaag, is dat hij dan in een laboratorium, dat hij je niets laat exploderen. Het lijkt mij dat je onderzoeksbudget uh, niets is. Uh, het enige wat jij nodig hebt voor je onderzoeksbudget, dat is uh, ja, dat er iemand een bedje voor je moet hebben. Een Brits, wat mij betreft. En elke dag uh, ja, een liter water per dag en ja, wat toiletpapier en ja, wat uh, bonen en wat rijst of zo. En dan mag jij uh, maandenlang mag jij proberen om het voor elkaar te krijgen om niets te laten exploderen. Kijk hoe lang je dat volhoudt. En wij betalen die paar boterhammen wel die dat kost en wat water en het toiletpapier en ja wat heb je nog meer nodig? Hè? Dus dat onderzoeksbudget dat lijkt mij goed te betalen. Ga jij maar proberen om niets te laten exploderen. Uit zichzelf hè, zonder dat je ertussen komt. Hè? Dus je moet dan zorgen dat je als onderzoeker dat je niets hebt. Nou, dat lijkt me nogal makkelijk. Hè? Gewoon helemaal niets hebben. Dat kost dus ook niks. En dan is het een kwestie van tijd. En dan wacht op de explosie. En je mag niks doen natuurlijk. Want als jij ervoor gaat zorgen dat je dus je niets hebt. en jij gaat ervoor zorgen dat het niets explodeert met een of andere vonk. ja, dat is vals spelen natuurlijk. Hè? Dus je, niets, je moet niets hebben. en dan moet je ook niets aan doen. En dan moet je. ...ja, kijken hoe lang het duurt voordat het explodeert. Dat experiment is volgens mij nog niet gedaan. Er is ook nog nooit een idioot geweest die dat heeft voorgesteld. Trouwens, nu ik eraan denk... ...ik zou een onderzoeksvoorstel moeten schrijven... ...dat ik zeg, van, nou, wat ik dan wil... Dat, uh, ...ik wil dan een onderzoeksruimte op de Rodeburgstraat... ...3-3 in Arnhem. Heel toevallig woning ik daar al... En de onderzoekskosten zijn een huur van 377 euro, 110 euro aan uh, ziekte- en gezondheidskosten verplichte verzekering. Uh, nog wat meuk her en der. Nou ja, alles met elkaar maken we het af op uh, 1400 euro in een maand, netto. En dan ga ik uh, de komende 20 jaar van mijn leven, ga ik proberen om uh, ja, niets te laten exploderen zonder dat ik ook meer iets doe. En ik zal netjes uh, iedere dag een logboek bijhouden. <laughs> dat lijkt me geweldig. <laughs> maar Ja, daar gaan die mensen in de, in de gehandicaptenzorg, die gaan mee missen. Die gaan denken: van, waar is die vrolijke schoonmaker? Want ja, dat hoef ik dan niet mee te doen. Hè? Nou, ik kan het natuurlijk combineren. Ik zeg: Nou ja, af en toe dan uh, uh, dat ga ik schoonmaken en de captain zorgen. En dan doe ik echt niets aan het niets. En dan kom ik kom thuis en het eerste wat ik doe is: ik kijk of er een explosie heeft plaatsgevonden in mijn woning. En dan schrijf ik op in mijn logboek. Net als bij Star Trek: van Captain's Log, Log Date, Stardate, Huppeltje pup. Yet another day without any explosion in my apartment. Ja, okay, je moet één ding nageven aan die ongelovigen... dat ze, ze hebben gevoel voor humor. Dat zonde meer. Dat is een erg grappig idee, ja. Nou, niets dat explodeert. Maar goed, je hebt dus dat exploderende niets... Wat, uh, je hebt het niets en er was voor de rest ook helemaal niets... en er is dus helemaal niets dat ook maar iets heeft gedaan aan het niets... en toen is dat niets uit zichzelf, uit het niets... ...gaan exploderen. En dat was het begin van de tijd. Stephen Hawking en consorten. De Big Bang Theory. En dan kunnen ze aan het heelal zien... ...met de roodverschuiving... ...hoe lang dat geleden was, zeggen ze. En dan zeggen ze dat dat... ...15 miljard jaar was. Nou. Het lijkt mij aan de... ...aan de korte kant hoor. Als je dus niet een factor hebt à la God. Hè? Nou, daar kom ik zo dadelijk op. Hè? Maar. 15 miljard jaar geleden was dus de boel geëxplodeerd. Nou, toen had je materie. Was dat levende materie? Nee. Dat was dode materie. Ja. Dus het gaat zover dat ze. Ze hebben zelfs experimenten gedaan. Dat ze een mengeling van. stikstof, zuurstof, koolstof en waterstof in iets van een, een glazen bol of zo deden. Stikstofgas, zuurstofgas, dat is ook, ja. En koolstof, ik denk, nou ja, koolstofdioxide, denk ik dan. Dat is ook een gas, want de koolstof zelf is vaste stoffen. Weet je dat diamanten van koolstof zijn? Weet heel veel mensen weten dat niet meer. Diamant is van koolstof. Dus als je een diamant verbrandt, wat vrij moeilijk gaat, maar... Als je het zou verbranden, dan krijg je CO2. Straks krijgen we ook nog diamantenbelastingen bij Al Gore, Smeerlap en zijn club. Nou, hebben ze die vier elementen? Dus, uh, koolstof, zuurstof, waterstof en stikstof. Zik Heel toevallig, dat is echt toevallig hoor. Dat is C-O-H-N. Nu worden de ongelovige mensen helemaal gek. Want C-O, C voor koolstof, O voor zuurstof, H voor waterstof en N voor stikstof. En dan heb je Cohen. <laughs> Co Cohen. Cohen. Dat is het priestergeslacht binnen... Het Joodse deel ja, van oorsprong, van afstamming ofzo. Het Joodse deel der natie. Ik wil niet per se zeggen dat dat het volk Gods is, volgens de Bijbel. Maar eh, het zijn wel mensen die uh, ja, zich op de borsten slaan. Cohen. Maar goed, dan heb je die vier uh, soorten bij elkaar. En die zijn ze gaan bestralen met UV-straling. In de zin dat ze aan het opwekken waren de situatie zoals die was bij het ontstaan van de aarde. Dat die vier atoomsoorten er moesten zijn en de zon was er voor het UV-licht. En de grote vraag was of je dan eiwitten zou krijgen. Want een eiwit bestaat uit die vier atomen. DNA ook. By the way. Dus men denkt in die Darwinhoek dat de materie als eerste dood was. En dat je die dode materie en dan komt er zonlicht bij. En dan krijg je eiwitten, dan komt er nog meer zonlicht bij. En dan krijg je DNA. En dan gaat het DNA denken: oh, ik vind mezelf zo geweldig, ik ga een kopie maken van mezelf. En, en dan krijg je dus DNA wat zich gaat reproduceren. En dan heb je kaal DNA wat zich reproduceert. En dan heb je DNA heel toevallig, en dat heeft een soort wandje eromheen zitten. En die kan zich beter reproduceren. Dus die wint dan de reproductiewedstrijd. En toen kreeg je DNA, die had een wandje eromheen. En die had nog een wandje extra eromheen. Die had een zeg maar, soort isolatiedingetje eromheen zitten. Die had twee wandjes. En die kon nog beter reproduceren. En dat noemen we dan de cel. Oh, zo. Dat is het verhaal van de Darwinisten. Dus je had die grote Big Bang. Dan had je die dode materie. Bij die dode materie kwam zonlicht. Uh, zonlicht creëerde eiwit. Eiwit werd uiteindelijk werd het DNA. Toen werd het DNA met een wandje. Dat is dan wat we noemen de celkern. En toen kreeg je rondom de celkern, had je de celvloeistof, of hoe heet dat... en daaromheen dan weer een membraan, en dat is het eencellige wezen. Waarbij ze er wel even aan voorbij gaan, dat in dat eencellige gebeuren... heb je ook nog zoiets als mitochondria. Dat dus zijn een soort energiebatterijtjes, toestanden. En die andere belangrijke, oh, RNA, moet er ook bij zitten. Want een cel, zijn allemaal moleculen, ja, er is ook, er is ook een slijtage onderhevig... Dus ook moet een cel moet, ja, onderhoudswerkzaamheden doen en dat gaat met RNA. Het hm. activeren van DNA is, het ook, maar ja, het is Een cel zit verschrikkelijk complex in elkaar. Kort gezegd, een Darwinist gelooft dat dode materie met zoiets als zonlicht dat dat levend wordt. En dat experiment wat ze gedaan hebben, dat ze in laboratoriumomstandigheden die vier atoomsoorten, koolstof, zuurstof, waterstof en stikstof, COHEN, <laughs> bij elkaar gebracht hadden. En inderdaad, ze vonden uiteindelijk dan een eiwit. Eén eiwit. En iedereen, halleluja, prijs Jehovah. Uh, maar wat dan? Nee. En de rest van het experiment is nooit uitgevoerd. Nooit. Helemaal nooit niet. En we zitten nu in 2019, snap je? Laat ik het zo zeggen: met Lego, hè? neem Lego. Oké, wat die blokjes met van die bobbeltjes. Ik heb er vroeger heel veel mee gespeeld. Ik heb daar de wereld mee gemaakt. De hijskranen mee gebouwd en uh, garages voor auto's. Dus ik maakte een Lego-auto en dan maakte ik een Lego-garage. En dan ging ik met mijn Lego-auto rijden en dan deed ik mijn Lego-garage deur open en dan reed ik mijn Lego-auto in mijn Lego-garage. En dan deed ik de Lego-garage deur dicht en dan zei ik, oh, allemaal slapen. En dan uh, s'morgens, het is nu ochtend, we worden wakker. Ja, en dan ging de Lego-garage deur weer open. Ja. Ja, met Lego kan je van alles maken. Maar als jij een hele grote bak met Lego in. Uh, ja, neem zo'n betonmolen, zo'n zo, zo vrachtauto met zo'n ronddraaiende trommel achterop. Hè? En dan doe je in die trommel doe je allemaal verschillende Lego-blokjes. En dan zeg je tegen die chauffeur van die vrachtauto met die toestand, zeg je nou, draai je maar. En dan kijken wat eruit komt. Helemaal niks. Natuurlijk. Kijk, je kan van Lego wel van alles maken, maar dan heb je wel een periwinkel nodig in dit geval. Die dan een idee heeft en denkt van ik ga een Lego auto maken voor een Lego garage. Ja, dan, dan wel. Dan kan je van Lego alles maken. Ah, ja, alles, alles. Hè. In de vorm. Dan je er van alles van maken. Maar niet door het zomaar een beetje bij elkaar te klotsen en in de ronde te schudden en, uh, en te denken dat je dan, hè? Nee. Lego zet zichzelf niet in elkaar, punt 1. En punt twee: als je het een beetje gaat lopen schudden, shake, shake, shake de hele week. Ja, je kan hier wel 10.000 jaar blijven schudden met een bak Lego stenen, maar er gebeurt helemaal niks. Neem iets anders. Neem een, een trottoir in de buurt van Amsterdam, waar iedere dag uh, tienduizenden mensen overheen lopen. En dan doe je onder die uh, tegels van het trottoir, maak je sensoren. Die sensoren, die verbind je met een soort toetsenbordsysteem. En als er mensen overheen lopen, dan komen er karakters uit een of andere stream. Dan krijg je een stream van karakters. Voor mijn part, UTF-8 codering. En dan kan je ook uh, Cyrillisch schrijven en Japans en Koreaans en natuurlijk Nederlands en Engels. Dan komt er één stream of characters uit. Nou, dan doe je voor wat mij betreft, voor de gein, doe je erachter, uit die stream of characters. die laat je evalueren door een stuk software. die als eerste bepaalt of er überhaupt wat staat. Huh? Uh, is het een woord wat voorkomt in een of ander woordenboek? Want j k j k g g k a l l l l, l p p q q e r r dat is helemaal niks. Hè? Maar stel, er komt de B-O-O-M eruit. Boom. En even later komt er T-R-E-E e uit. Tree. En dan komt er iets in het Cyrillisch uit. Pravda. Hè? Betekent waarheid. Of istina. Hè? Is als waarheid ofzo. Meer Russisch ken ik niet. Oh ja, vodka. <laughs> of iets als Grieks of zo. Er, er komt gewoon iets uit en ik denk: hé, hey, dat is een woord. En dan laat je die woorden eruit filteren. Dus dat zijn leesbare woorden. Ja, wordt dat een verhaal? Nee, natuurlijk niet. Uh, die mensen lopen een beetje door Amsterdam heen. Dat loopt een beetje van links naar rechts, van hot naar her. En zonder dat ze het weten drukken ze op sensoren dat ze voorbij komen wandelen. Dat genereert een karakter. Die karakter is achter elkaar. Het volslagen toevallig, er loopt een Chinees voorbij en die, en die is op zoek naar een sambal bij. Want die heeft al heel veel gewone bijen, dus hij wil nou een keer een sambal bij. En, en aan, aan de andere kant loopt een Amerikaan. En allebei toevallig op hetzelfde moment stappen ze op een sensor. En dat creëert het dubbele karakter, huppeltje pup, in het Hebreeuws. Dat wordt helemaal niks. dat wordt nooit een verhaal. Geef je mij een toetsenbord... ...dat wordt wat anders. Ik maak zo een verhaal. Snap je? Dus uit de toeval... Eh, ...los van de toeval waar ik het net over had... Eh, ...dat ik dus in één keer kon gokken... Uh, welke library ik bij moest linken, uh, waarvan ik nog steeds niet weet hoe dat werkt. Ik weet alleen maar dat het erg goed uitkwam. It saved my day. Want anders had ik uh, een heel lastig gesprek gehad bij die klant van mij. He, dus aan mijn kant van het verhaal, ja, kan moeilijk tegen mijn klant zeggen: we, uh, Het is de schuld van die jongens in Hamburg, Want daar heeft mijn klant niet geen donder mee te maken. De klant is de opdrachtgever en ik ben de producent. En de relatie is tussen mij en de klant. Maar toeval genereert geen leven. No way. Toeval genereert geen vorm. Dus het Darwinisme, uh, dat slaat helemaal nergens op. En ga nu niet komen met... Maar Darwin is op de boot geweest naar de Galapagos eilanden en daar heeft hij vinken bekeken. Ja. Ik ben op de boot geweest naar Schiermonnikoog -en, en daar heb ik konijnen zien. Ja, echt heel veel konijnen. Wauw zeg. En toen ben ik tot de ontdekking gekomen dat konijnen nou, uh, die houden van seks. Ja nou en? Dat je op de boot ergens naartoe bent geweest en je hebt een dierensoort bekeken. Wat zegt dat nou? Over het ontstaan van leven uit dode materie? Ga toch weg? Maar nou goed, stel je hebt dat. Het is jou met de paplepel ingegoten. Dat uh, dode materie wordt vanzelf levende materie als je wel lang genoeg wacht. En er moet een beetje zonneschijn bij. Wat je, wat je dan krijgt, by the way, dat besef ik nu pas. Is dat je een ongelooflijk respect krijgt voor het begrip zonlicht? Want er moet dus kennelijk zonlicht zijn. En van zonlicht wordt dode materie levend. Dat gelooft dus een Darwinist. Ja, en dan krijg je dus sun. S-U-N. Sun. Worship. Zonneverering. Nee, nee, daar. Ik ga me stotteren. Daar worden we leuk van. Zonneverering, dat is Babylon. Als je niet weet wat zonneverering is, als je niet weet wat het inhoudt, dan zou ik die film gaan kijken van die katholiek. Ja, gewoon een beetje open-minded zijn, we maken het uit. Weet je, als jij je hart op de goede plek hebt, mag je van mij naar Mel Gibson kijken. Die katholiek. Nou, Mel Gibson heeft die film gemaakt en die heet Apocalypto. Daar speelt hij zelf niet in mee. Dus je hoeft niet de vervelende hoofd van die Mel Gibson te zien. <laughs> ik plaag een beetje. Maar. <laughs> uh, 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 Apocalypto. daar zie je, de zonneverering. Dan zie je wat dat is. Dat zijn geen aardige mensen. Dat kan ook niet anders. Want die mensen, die geloven dat doden... Ja, als ik het nu dan even samenvat... Dat de zon de schepper is van het leven. De zon is slechts een factor. Ik ontken niet dat de zon nodig is voor het aardse bestaan. De zon is nodig, de materie is nodig en de geest is nodig. Het is de geest die met zonenergie en materie iets kan... Ja, iets realiseert door geest te zijn. En de eerste geest die er is, de meest primaire geest... dat is er ook maar één. Hoeveel winnaars van de Olympische Spelen zijn er? Ja, één natuurlijk. Ja, in een bepaald uh, tak van sporten. Maar er is er één nummer één. Er is er ook maar één nummer één geest. En die noemen wij God. Dat is de God van de Bijbel. Het is een taalsysteem. Daar ging het om. Snap je? En de mensen die dat niet hebben... Die denken dat het alleen maar gaat over dode materie en levende materie. En dat materie tot leven komt dankzij zonlicht. Maar dat kan niet. Dat kan je denken. Maar het is nooit aangetoond en het is meer dan onwaarschijnlijk. Dus onmogelijk. En als je dat dan toch denkt, dan heb jij in jouw taalsysteem een leugen zitten. En nou is er een wet in de logica, en die luidt of een regel die luidt EFSQ als een afkorting en dat is Latijn. En de volledige term luidt ex falso sequitur. Kwadliwet. En dan kan je gelijk als wijsnaam eens gaan zeggen... Ja, yeah, maar Lutze Bruyne, die Nederlandse logicus... die heeft de EFSQ-regel terzijde geschoven. En zijn logica is uh, toch veel beter, Perry. Dat vind jij toch zelf ook? Ja... Uh... Lutse Brouwer heeft de Aristotelische logica niet uh, weerlegd ofzo. Hij heeft gezegd: van, uh, Dit is ook een logica, maar wil je het echt op het scherpst van de snede gaan spelen? Dan moet je niet de Aristotelische logica gebruiken, want dan krijg je van alles. Ja. Dus de EFSQ-regel, en dat betekent ex falso sequitur quodlibet. Uit het ongerijmde volgt wat je maar wil. Lutze Brouwer was wel degelijk een aanhanger van die regel. In die zin dat de Aristotelische logica, wat hem betrof, niet gebruikt mocht worden voor uh, ja, grotere uitspraken. Diepere uitspraken. En bijvoorbeeld de uitspraak van Aristoteles of iemand die zijn logica gebruikte was dubbele punt morgen is er een zeeslag bij Carthago of morgen is er geen zeeslag bij Carthago en dan de frase deze zin is waar. De aristotelische logica zegt dat die zin waar is. Lutzenbauwe zegt nee. Dat is geen ware zin. Want jij spreekt van een zeeslag bij Carthago. En dus zeg je al iets. Ja. Als jij, uh, je hebt een mooie vrouw, uh, of een mooie vrouw zocht jou of zo, en ik denk, nou kom, ik neem er mee uit eten. En dan zeg je uh, bij uh, het voorgerechtje, zeg je tegen haar van nou. Na afloop van het eten gaan wij seks hebben. Of na afloop van het eten hebben wij geen seks. Deze zin is waar. Dan zegt die vrouw, nou, volgens mij niet. Adios. En die staat op en die loopt weg. Waarschijnlijk. Die voelt zich zwaar beledigd. Dus er is helemaal geen einde van het eten, want jij begint over seks. En dan kan jij wel zeggen, ja, maar Aristoteles, het is waar wat ik zei. Nee, zegt Ludwigsbrouwer. Wat lulkoek wat je zei. En uit lulkoek volgt wat je maar wil. Ja. En dus de frase van P of niet P, waarom is dat waar? Ja, daar, daar gebruik je volgens mij de EFSQ-regel in. Maar dit was zijde. Ja. Waar was ik nou gebleven? Het ging allemaal om logica, en het verhaal van deze wereld. Oh, de EFSQ-regel, ja, daarna weet ik het meer. Kijk, de EFSQ-regel was uh, ex falso sequitur quodlibet. Als jij een onwaarheid als uitgangspunt neemt... of als je een onwaarheid opneemt in jouw taalsysteem... dan is de uitkomst van jouw taalsysteem wat je maar wil. Echt van alles. Dat weet je niet. En je kan ook zeggen, als jij gaat koken... En al die ingrediënten die zijn vers en die zijn goed geselecteerd en, en, en noem het maar. Hè? En dan maak je een curry madras of zo. Huh? Dan weet je wat je gaat creëren als kok. Maar als jij gaat koken en uh, je doet er uh, bedorven dit in en over tijdse uh, huppeltje pup. en wat wordt het dan voor gerecht? Ja, wat je maar wil natuurlijk. En krijgen je gasten buikloop, buikgriep, andere vormen van voedselvergiftiging? En zo ja, welke? Ja, wat je maar wil. Ex falso, sequitur, quadlibat. Als jij niet zorgt voor de goede ingrediënten, ja, wat wordt dan de naam van het recept? Kots met braak? En zo is het ook voor de ongelovige mens. Als die geen. Term in zijn taalsysteem heeft. Wat staat voor de onbewogen beweger? Uh, voor uh, ja, de eerste die de laatste is? Voor uh, degene die overal is? Voor degene die alles ziet? Voor de enige die de enige is? Voor de veroorzaker die geen oorzaak behoeft? Als je die ruimte niet hebt in jouw denken, dan, ja, dan kun je zeggen: nou, Het interesseert me helemaal geen donder waar het leven om gaat. Uh, het leven gaat. Ja, ik leef zolang mijn hart klopt. En zolang ik uh, ja, zweet, uh, urineer en uh, ontlasting heb. En af en toe maak ik een wandeling. zo. En dat is voor mij het leven. En dan wil ik graag uh, twee keer per jaar op vakantie. En uh, in het weekend wil ik kijken naar uh, tv. Zo. En het interesseert me voor de rest helemaal niks. Nou, ik kan je vertellen: zo'n leven, daar, daar word je niet blij van. Helemaal nooit niet. Het leven kan niet. Ja, het kan wel. Je kan het leven. Maar Dan kan je nog ja, heb je, je, je tijdelijke voldoeningen. Een keertje lekkere seks. Ja. Ja. Dan heb je lekkere seks gehad. En dan ben je klaar met die lekkere seks. En dan heb je zin om een sigaret op te steken. En dan denk je, oh nee, ik was gestopt met roken. Kijk, dat soort dingen. Aardse geneugten, heet dat. Ik, ik hou er ook wel van, hoor. Want uh, roken vind ik eigenlijk best wel lekker. Ja. Wiet roken, alcohol drinken, stomme YouTube-filmpjes kijken. Het is best aangenaam om je dag door te brengen. Ik ben ermee opgehouden, dat is wat anders. Maar... Ik vind, nu vind ik het leuker om het helemaal nuchtig te doen. Serieus, hoor. Door zo'n alcohol en wietwaas naar de wereld kijken. Ja, het is, het is wel plezant. Zo. Maar gewoon de wereld zien zoals het uh, ja, echt is. Dat is ook wel leuk. Net is dat je op een feestje bent en dan kan je oordopjes indoen. En dan hoor je zo dat het gewoon... Je kan er allemaal geen, geen drol van verstaan. En dan heb je gewoon lekker je oordopjes in. Dan kan je in de rondte kijken. En je hoort dus geen kwaadaardige dingen die mensen zeggen. Maar je hoort ook geen goedaardige dingen. Want je hebt je oordopjes in. En zo is het ook met als jij je hoofd volgiet met alcohol. Het onaangename valt niet meer op. En dat is dan fijn. Maar het aangename, dat valt ook niet meer op. En dat is dan minder. Een beetje afstomperend, afstomperig werkt dat. Nou, anyway. Jouw bestaan. dat heeft een doel. En dat doel. kan je weten. Je kan weten dat er een doel is. Want als er geen doel was voor jouw leven. dan heeft jouw leven geen doel. dan heeft het geen zin. En waar slaat dat op? Dat kan niet. Je hebt die in jouw taalsysteem die factor nodig, die in de Bijbel God genoemd wordt. Die is verantwoordelijk voor deze wereld. Nou, kijk je naar deze wereld hoe die eruit ziet, dan is de enige conclusie die logisch is, is dat je ja, je bek open van verbazing van de schoonheid. Als je goed naar de wereld kijkt. Nou, kijk je maar naar een vlieg. Vliegen zijn hele hygiënische beestjes, wist je dat? De godganse tijd zit zo'n vlieg, uh, die staat hier maar op vier pootjes. En die twee andere pootjes, uh, die gaan dan elkaar een beetje schoonraspen. Ooit opgevallen? Muggen doen het ook hoor. En muggen hebben ook zes pootjes, maar die staan niet altijd op zes pootjes. Nee joh. Tuurlijk niet. En dat leeft allemaal. Dan kijk eens naar planten, die schoonheid. En dat is bewust gecreëerd. Bewust gecreëerd door een factor, een entiteit. En die valt buiten of binnen de werkelijkheid. Dus je kan die entiteit niet zien met een telescoop. En je kan die entiteit ook niet zien met een microscoop. Punt. Ga je ervan uit dat die entiteit er helemaal niet is, nou, dan ga je uit van onzin, dan stop je een leugen in jouw taalsysteem en ex falso, sequitur, quodlibet. waar je dan eindigt: jongen, wat je maar wil. Meisje, 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 je komt nergens terecht. Terwijl aan de andere kant, als je aanneemt dat God jou op deze aarde heeft gezet met een bedoeling en jij gaat je zorgen maken over wat die bedoeling dan kan zijn. De kans is dat als jij op zoek gaat naar de bedoeling van jouw leven, dat jij, dat je bij wijze van spreken, een brief in de bus krijgt waarvan je denkt dat die voor jou bestemd is en die maak je dus open. En dan staat daar de bedoeling van jouw leven. En dan kijk je de volgende dag nog een keer beter. En dan blijkt dat die brief helemaal niet voor jou was. Die zat per ongeluk bij jou in de brievenbus. En jij bent stom verbaasd. Want in die brief stond precies wat het doel was van jouw leven. Dus jij fout die brief weer in elkaar. Stopt hem terug in die envelop. Belt aan bij de buren. En zegt: Nou, er is een brief bij mij in de brievenbus gevallen. Maar die is denk ik voor jullie. Want jullie naam staat erop. En ik had het niet in de gaten, ik heb hem opengemaakt, dus hier heb je de brief terug. Die mensen zeggen: Oh, dank u wel, wat aardig. Ja. En jij weet vanaf dat moment wat het doel was in jouw leven. Snap je? Hey, alles wat ik nu zeg is christelijk dogma. Nou, ik ga mooi toewerken naar een afsluiting. Uh, de oude Grieken, die hebben ook dingen gezegd die best wel aardig waren. Het was niet allemaal zulke bagger als Plato heeft gepubliceerd. Er zat ook wel leukere dingen bij. En er was er eentje, dat is een soort gezegde, en dat luidt... Het makkelijkste wat je kan doen in het leven, dat is een ander advies geven. Het moeilijkste wat je kan doen in het leven, dat is jezelf leren kennen. Dus ik heb ook geen advies voor jullie, want dat zou hartstikke uh, ja, makkelijk zijn. En ik zeg niet dat ik mezelf ken. Dus ik, ik heb een aardig idee van uh, wat ongeveer de verzameling is van mijn minder goede eigenschappen. Dan heb je het een beetje mee gehad. En mijn leven heeft een doel. Dat heb ik altijd zo ervaren. Want ik leef niet voor niets. En geld en een mooie vrouw. Ik heb wel een mooie vriendinnen gehad. Die gingen ook heel mooi vreemd. <laughs> ik heb me later wel heel besloten. Eigenlijk, eigenlijk had ik altijd moeten kiezen voor vriendinnen met een ja, die mank waren of. Uh, Hadden of van het hele dunne haar of uh, eigenlijk veel slechte ogen, scheve tanden, bloemkooloren, een neus alsof ze altijd al op de bokschool hebben gezeten. Gewoon echt een lelijke vrouw had ik moeten nemen. Daar blijven die andere mannen tenminste vanaf. Die denken, hey, wat een lelijke vrouw, nou daar ga ik niks mee beginnen. Ik had allemaal van die lekkere, ja, die lekkere dingetjes. En dan zijn er van die andere mannen van, oh, oh die zou ik ook al een keer uh, willen uitproberen. Uh, ja, ik heb vier serieuze relaties gehad in mijn leven. En drie daarvan uh, wippen buiten de deuren. 75 AUB, dank u wel. En die ene die dat dan niet deed, uh, die had een katholieke achtergrond en die speelde mijn een partijtje de baas. Leek moeder Maria de moeder van God wel? Ik zei, heilige Maria, de moeder van God. Hey, daar wil je blij van. En het doel in mijn leven is niet geweest om met al die vrouwen om te gaan, los van het feit dat ik het moest ervaren hoe het is. En ik denk dus nu van, oh, ziet het zo, jullie. Nou, geef mijn een maar een fikkie. Hey, hartstikke lekker bedankt voor jullie hoor dat je hier naar nou geluisterd hebt naar die beschouwing over het ongelovige leven. En dan zeg ik op zijn hamburgers. Ik ga me opmaken om naar de markt te gaan. Want het is zaterdagochtend. 20 juli 2019. Tien over tien s morgens, Een ideaal moment om een bezoekje te brengen aan uh, de Scheveningse vishandel. <laughs> Dan ga ik wat lekkers halen. Op zijn hamburg zeg ik tegen jullie tjus en dag lieverds.